Goedemiddag. Het Russische parlement heeft zojuist ingestemd met de benoeming van Vladimir Poetin als premier van Rusland. De benoeming was geen verrassing. Poetins partij Verenigd Rusland heeft in het parlement een ruime meerderheid. Poetin, die 8 jaar lang president is geweest, werd gisteren voor het premierschap voorgedragen door zijn opvolger Dmitri Medvedev. Het volgende NOS-journaal is om 3 uur. Goedemiddag.